Dan ben je best veel geïnterviewd in je leven. Was dit een van de meest legendarische interviews? Nou, qua vragen wel, ja. Nou, iedereen welkom. Ik ben Jeff. Wat vind je van vrouwenvoetbal? Ik kijk het zelf niet heel vaak. Een periscoopuurtje met Jeffrey Bruma. Wie de app heeft, kon live vragen afvuren op de verdediger van PSV. En dat is zelfs voor Bruma best een uitdaging. Ja, natuurlijk zit er natuurlijk een groot publiek achter. Van kinderen misschien van 10 tot misschien oudere mannen. Dus ze vragen wat je lekker vindt om te eten, wat je bij de friet eet, zulke dingetjes. Die ze normaal niet vragen in normale interviews. Dan kan je hier gewoon alles eruit gooien. Dat is wel grappig. Geef je op alles eerlijk antwoord? Jawel, ja, tuurlijk. Die vragen worden natuurlijk, kan ik zelf uitzoeken. En ik probeer natuurlijk zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. En, zo eerlijk mogelijk, ja. Dit is natuurlijk de ideale mogelijkheid om voor hun om de gekste vragen te stellen. Van, wat je lievelingskleur, tot je lievelings eet, tot welke saus je bij de maaltijd wil. Het zijn allemaal dingen die ze die misschien interessant vinden. Om misschien ook zelf te gaan eten of te gaan gebruiken natuurlijk. Als ze zien dat een van ons had gebruikt. Misschien is het voor hen ook wel, vindt het ook wel leuk om zelf te doen, denk ik. Maar hoe werkt dat nou precies, dat periscoop? We horen er veel over, maar weten er weinig vanaf. Je gaat daar op een kussen zitten inderdaad. En dan zie je een schermpje voor je met de iPad. En dan komen dan vragen achter elkaar binnen van de fans via Twitter. En dan, dan mag je zelf de vragen uitzoeken in principe. Ze komen achter elkaar binnen, dus je moet aardig snel antwoorden. Dan heb je een bepaalde interactie met de fans. Even onder ons, en zijn er dan ook nog spelers die onder een soort van schelnaam vragen stellen? Ja, daar ga ik wel vanuit, Die stellen vaak de raarste vragen. Dus ik heb wel een paar rare vragen gezien, dus ik denk wel dat er een paar spelers stiekem hebben meegedaan, ja. Dus jij gaat nog even verhaal halen zo? Nou, ik weet al wie het zei. Het is altijd een paar hetzelfde. Dus.